Ik vind het prachtig en je ziet ook dat het in Breda ook wel heel geliefd is, film. En ik ben zelf een echte filmliefhebber. Vorige week ben ik 3 keer geweest, deze week ben ik al 2 keer geweest. Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier vandaag bij de feestelijke heropening van Chassé Cinema. Waar vandaag menig Bredana langs gaat komen om een kijkje te werpen op het gerenoveerde Chassé Cinema. Wij nemen jullie vandaag mee en laten jullie van alles zien achter de schermen en wat er nou eigenlijk allemaal veranderd is hier. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. We zijn vandaag natuurlijk bij de feestelijke heropening van Chassé Cinema. Wat vindt u er nou allemaal van? Ik vind het prachtig en je ziet ook dat het in Breda ook wel heel geliefd is, film. En ik ben zelf een echte filmliefhebber. Vorige week ben ik 3 keer geweest, deze week ben ik al 2 keer geweest. Het is gewoon een hele aardige, mooie ontspanning. En je wordt er ook rijker door, omdat het toch de betere films zijn die gedraaid worden. Het zijn vaak toch films die je aanzetten tot nadenken. Ja, inderdaad. En wat voelt u nou van, er is natuurlijk een nieuwe geluidsinstallatie. Merkt u dat? Ja, dat merk je zeker. Gisteren was bijvoorbeeld een film waarin veel gezongen werd, Country. Ja, en dan merk je dat echt, hoor. Echt fantastische geluid kwam eruit. Het is een heel goed aanbod van films. Je kunt overdag gaan, wat hartstikke fijn is. Over het algemeen, ik kom hier heel erg graag naartoe. Wat vindt u nou van de hele renovaties? Natuurlijk allemaal vernieuwd. Heb je niet zo heel veel van gemerkt. Dat de stoelen nou blauw zijn in plaats van rood, dat maakt in feite niet zo heel veel uit. Nee, ik denk niet dat er heel veel verschil zichtbaar is. Technisch misschien wel, maar ik denk niet. Voor mij is het in ieder geval niet echt veranderd. De gezelligheid is hetzelfde en... het café is natuurlijk altijd even leuk. Ja, nee, is echt leuk. Dus natuurlijk, we zijn hier nu bij de feestelijke heropening. Er is een hele hoop veranderd. Kunt u ons misschien wat meer vertellen over wat er allemaal veranderd is? De zalen zijn helemaal opnieuw gestoffeerd en er staan nieuwe stoelen in. Het geluid is van 5.1 naar 7.1 gegaan. En boven is er ook het een en ander aan geluidsapparatuur veranderd. En waarom is er gekozen voor deze renovatie? Was het een beetje... achterhaals of was het gewoon tijd voor wat nieuws? Nou, de stoelen stonden daar weer even in en toen als je het ene aanpakt, dan kan je gelijk een aantal andere dingen ook meenemen. En wij wouden dan toch wel naar een beter geluidssysteem nog. En u komt hier dus wel heel vaak eigenlijk bij Chassé Cinema? 2-3 keer per week, ja. Ja, en ik zal eerlijk bekennen, thuis, ik gaf helemaal niets om films. Dan viel ik meestal in slaap. Maar mijn vrouw is ook een grote filmliefhebber. En sinds kerstmis dit jaar niet, maar het jaar daarvoor, toen wilde ik een film zien van Griet Op de Beek. Vele hemels boven de zevende. En ja, dat sprak me toch wel aan. En sindsdien ben ik blijven gaan. En toen heb ik vorig jaar in april een abonnement onbeperkt genomen. Spaar natuurlijk wel aan je lopen. Ja, zeker. En dan is het ook niet zo erg als er een film tegenvalt. Dat gebeurt ook een enkele keer. Maar meestal zijn ze toch wel heel goed. Breda Nu. Je weet het meteen.